Er was er nog een andere theorie, dat we nu een soort van periode kennen die we in de geschiedenis al, in de recente geschiedenis ook hebben gezien. Namelijk na Fortuyn, na zijn moord, was de Nederlandse kiezer ook redelijk in de war. Op wie gaan we nou stemmen? En daar heeft toen Jan-Peter Balkenende van geprofiteerd. Zijn mensen die vergelijken die periode van toen ook waar we nu in zitten? Nou ja, als je dan als je denkt aan Balkenende, was natuurlijk een echte CDA'er. De CDA heeft geweldig gescoord en tenslotte is ook de CDA gesneuveld natuurlijk in het regeren van Nederland. En wel op een zodanige manier dat een groot deel van de kiezers er niet echt tevreden mee was. Nou ja, dat is beroerd afgelopen. En toen heeft het CDA, denk ik, dat op dat moment was dat nog wel reparabel. Je ziet Balkenende die trap afgaan op dat. Hij was al enorm aangeslagen volgens mij. Hij had niet gedacht dat het zo erg zou zijn, de slachting. En toen hebben we natuurlijk Buma gekregen. Ja. Ja, en Buma had een zonderlinge ambitie dat de CDA moest rechts van het VVD gepositioneerd worden. Ik heb al meerdere malen de luisteraars aanbevolen om die volkomen geschrifte lezing van Buma in De Rode Hoed, of wat was het, de H.J. Schoollezing. Ja. In het algemeen is de H.J. Schoollezing werkt niet erg op de intelligentie van degene die je moet houden, is mijn indruk. En het zijn ook altijd rechtse politici, hè, die hem houden. H.J. Schoon was rechts op een moderne manier. Ja, voor velen een inspirerende figuur in de tijd. Wat voor figuur was het? Ja, ik denk dat H.J. Schoon was een van de eerste Nederlandse journalisten. En hij was een goed geïnformeerde journalist die veel gelezen had. Volgens mij had hij ook, was hij tijdelijk in de Verenigde Staten geweest. Ik weet niet precies hoe het zit. Doet het een beetje uit het hoofd en zo. Hij had wel iets charismatisch en zag er ook wel een beetje charismatisch uit. En hij was een van de eerste, denk ik, moderne conservatieven in Nederland. Kijk, je hebt de Twitter-conservatief. Alles moet weg, het is één grote samenzwering. Hè? Meestal levensgenieters met zo'n pilotenbril op dat werk. En je hebt natuurlijk ook, daar heb ik al eerder heb ik daarvoor gepleit. Laten die conservatieven dat ze er zijn, dat begrijp ik allemaal wel. Maar laten ze nou eens een intelligent programma in elkaar timmeren. En ik denk dat Schoo het soort persoon was die dat had kunnen doen. Maar hij is heel jong gestorven, tenslotte, weet ik veel, hij is al 20 jaar dood of zo. Ik weet het niet precies, maar... Ander onderwerp wat we vaak besproken hebben hier, staat nu ook in de nieuwste editie van de Maarten Centraal, zelfs op de voorpagina, immigratie. En daar staat dan bij, immigratie is niet te stoppen. En dat is wel zo doorgeschreven met zo'n kruis. Het asielbeleid moet realistischer, staat er. Ja, zo is het maar net. Dat is natuurlijk een hele fijne oproep om dat realistischer te maken. Iedereen weet ook wel dat dat moet. Iedereen weet dat het niet te stoppen is. Ook diegenen die suggereren dat zij dat wel kunnen zijn gewoon leugenaars. Anders kun je het niet noemen. Of ze moeten, als ze zeggen, moet allemaal doodgeschoten of verzopen worden, dan zeg ik, nou, dat is wel enorm effectief. Dat zou wel helpen, denk ik. Maar dat gaan we niet doen, mag ik aannemen. Mag ik hopen. Dus dat betekent dat je het op Europese schaal moet organiseren. Eventueel met selectieprocessen erbij, wie je wel wil hebben, wie je niet wil hebben. Hoe je dat moet sturen, hoe je mensen zo gek krijgt om daar te blijven waar ze niet willen blijven. Nou, kortom. Daar is een omvangrijk, grootschalig Europees project voor nodig. Dat zal aan l'outrance gesaboteerd worden door de bekende sabotageclubs die we op dit terrein hebben. Het gaat in Polen politiek de verkeerde kant op. Nou, Orbán krijgen we niet meer weg. Hij wordt wel steeds dikker, dus een kansje natuurlijk dat hij al ontploft. Dat is misschien nog een mogelijkheid. Ik denk dat vrijwel iedereen die er meer dan 10 minuten over nagedacht heeft, begrijpt dat het niet te stoppen is. Dat het ook niet een nationale kwestie is. Dat is ook heel misleidend. Als politieke partijen zouden beweren dat we het in Nederland best kunnen stoppen, al was het maar door Zalma naar België te jagen, dat is een ingrijpende misvatting. Dus dat betekent dat je het op subcontinentale schaal zult moeten doen. Ja. En of dat gaat gebeuren, ja, dat durf ik niet te zeggen. En jij zegt ook in het, want het in die Maarten is het eerste stukje, is eigenlijk jouw hoofdredactioneel commentaar, als je het zo mag noemen. Hè? Dat heet eerst even dit.
En daar begin jij ook de eerste zin met: de verkiezingen van 22 november beloven een spektakelstuk te worden. Dat zijn toch best wel flinke woorden voor jou. Ja, omdat het, omdat alle partijleiders vertrokken zijn. En omdat er in feite 3 nieuwe partijen deelnemen, die bovendien alle 3 de belofte in zich houden dat ze vrij groot zouden kunnen worden. Dat is natuurlijk de omzichtbeweging, om het zo maar te zeggen, de BB-beweging. Maar laten we wel wezen, ook de combi van links onder leiding van Timmermans is in allerlei opzichten een nieuwe partij. Die een nieuwe belofte in zich sluit, zoals ook net als die andere 2. Dus vandaar dat ik zei, dat is een spektakelstuk. Ik hoopte natuurlijk ook, en in die zin zou het ook een spektakelstuk zijn, dat 1 van die 3 of een eventuele conctie van die 3, coalitie, weet ik veel hoe precies, nou, eindelijk een eind maakt aan het, wel uitzonderlijk schadelijke regime van de VVD. Die overigens daarbij natuurlijk andere hulp van andere partijen heeft gehad en steeds gesteund is door de Kamer. Want ik ga niet zeggen dat het ondemocratisch is. De treurigheid, de diepere treurigheid is dat het democratisch was. En dat dat veel ellende heeft gegeven. Tot op de dag van vandaag. Gaan we niet allemaal nog een keer opnoemen, maar tot op de dag van. Dus ik dacht, het is wel een spektakelstuk. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, dat ik een lichte hoop had. Dat je hebt dat wel soms. Heb je op zo'n novembermiddag, het is de hele middag grijs geweest en of zo'n koud motregentje gevallen en zo. En je kon je een regenjas niet vinden. Nou, het was niets dan ellende. En dan heb je soms aan het eind van de middag, heb je zo'n enorme streep zonlicht aan de horizon. En dat, ik dacht ineens, dat is een streep zonlicht aan de horizon. Dat we even verlost kunnen worden van de VVD. Sorry VVD. De ideeën waren niet eens zo slecht. Het is de uitvoering die echt penibel slecht geweest is. En het voordeel is dat er nu alternatieven zijn waar mensen op kunnen kiezen. Daarom zag ik een spektakelstuk. Maar wel... geef toe dat het uit een soort van, je weet dat ik van nature een enorme optimist ben. Dus ik dacht, wie weet, eindelijk kunnen we, worden we verlost. Ja, maar die alternatieven hebben zich, BBB begint zich een beetje te bewijzen, maar Omtzigt heeft zich als persoon bewezen, maar die partij kennen we natuurlijk helemaal nog niet. Nee, maar vergeet niet, Omtzigt is in feite toch de concentratie, het geconcentreerde product van de toeslagenaffaire. En dat, daar gaat in feite die hele fraude. Ja, maar hij heeft zich ook wel op andere punten over laten horen. Wat? Hij heeft toch ook wel veel meer dingetjes geagendeerd. Ja, maar dit is de manier waarop hij de nieuwe Jezus geworden is. Ja, oké, maar en dat vind ik, hoe gek dit ook klinkt, ook wel een beetje. Iemand moest de concretisering zijn van die ontzettend scheve schaats. Maar dat was Renske Leijten ook, maar die is weg. Ja, die is vertrokken. Die had ik allerbeste gegund. Misschien kunnen we er nog krijgen als volgens minister. Volgens mij heeft, of was het nou Caroline? Die had ook nog, Caroline had er ook nog gevraagd om bij de BBB te komen. Ja, heel goed. Maar ze wordt nu lijstduwer bij de SP, hè? Begreep ik. Maar de VVD blijft in de peilingen groot. Er zijn veel mensen die zich toch bij die partij thuis voelen. Ja, je begrijpt, dat is gewoonte. Groot, ja, ze zijn al groot sinds 2010. Ja. Heb je Timmermans nog gezien met zijn eerste interview bij Galit en Sophie heet het programma? Nee, wat een wandeling altijd. Oh, dan wandel je, oké. Want hij heeft lange tijd heeft hij gezegd, ik wacht nog eventjes, maar nu begint hij langzaam toch zichtbaar te worden. En ik begreep dat het vooral groene teksten waren geweest. Ja, ik heb het niet gezien. Dus ik moet even terugkijken. Ik ook kunnen niet, dus de volgende keer op terugkomen. Dan zitten we hier samen gezellig te praten over iets wat we geen beide hebben gezien. Misschien kunnen luisteraars laten weten. Misschien kunnen we een soort compilatie maken die we onszelf vertonen na een weekje. Ja, dat is interessant. Maar dit is dus de nieuwe Maarten. Is nu dus verkrijgbaar, hè? Volgens mij al enige tijd, al enkele dagen. Ja, ik vind ook wel leuk de tekeningetjes die ze van jou maken. Ja, die ene met die hele sombere. Met die jas aan. Ja, precies. Ja. Job van der Molen maakt die toch? Ja, dit is Job van der Molen. Ik ben daar een soort stripfiguur, toch? Ja. Het is een soort van, het is net professor Lupardi, maar dan met lang haar. Maar dit vind je het mooi? Ik vond het wel. Ja, mooi is een groot woord, maar ik vond wel dat ik curieus getroffen was. Oh, dit stukje gaat ook over dat je 80 wordt. Ja, dat heb ik namelijk zelf geschreven. Oh, dat is, oh, dat, oh ja.
Dit is mijn terugblik op 80 jaar wereldgeschiedenis.